Een vrije trap op Sportcomplex Zoudenbalg is het eerste wapenfeit uit het oefenduel tussen Jong FC Utrecht en KMSK Deinze. Wedstrijd van 3x30 minuten. De thuisploeg dat krijgt een kans via Mohamed Akkaras. Stelvol getrapt, poging een paar meter naast. Deinze, spelend op het tweede niveau van België, komt in het tweede deel van de wedstrijd op voorsprong. En dat doet het via de voet van Joachim Garcela González, man met een rijk verleden in de jeugdacademies van Anderlecht en Luik. Jong FC Utrecht met Aurelio Oelers. Man die naar binnen trekt, gaat voor het schot. Keeper gaat er in die korte hoek toch niet geheel vrij uit. In de fase waarin de mannen van Kalisic er heel aardig in zitten. Oelers, daar gaat hij weer. Versnelling langs de zijlijn. Oelers met wat mooie scharen. Verslikt zich dan in de bal. Maar de druk van de thuisploeg houdt aan. Oelers met de hoekschop. Bal belandt voor de voeten van Rafik El Arghiwi. Poging. Klem vast bij de doelman. En dan zul je altijd zien, Jong Utrecht zit er in die fase lekker in. En de bezoekers, die krijgen een penalty. Ja, de hand geraakt. En Dylan de Bel erachter de bal. Kleine 50 minuten gespeeld op Sportcomplex Zoudenbalg. En deze Gadela geklopt. Stand 0-2. Deinze tikt er bij vlagen heel aardig tussendoor. De Belder en bij de tweede paal weer Garcela González. En dan staat het na 52 minuten in de hele wedstrijd. Ja, 22 in dit tweede halfuur. Dus 0-3 op Sportcomplex Zoudenbalg. Hier Jong FC Utrecht. Fraaie poging van Gioronis Felicia in de korte hoek. Jong FC Utrecht dat in de slotfase nog één schot lanceert. Meesrijks op de lat. Eindstand 0-3.